gesproken. Help! Maar wat ga ik in de les? Gaan we nu zo uit. Lucilla, al jullie lieve fanmail. Een hele goeie. Morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En het is vandaag. Wat is het vandaag? Pyjama dag. Ja, inderdaad. Het is vandaag een heel vies, miserig weertje, want het regent al heel lang pijpdelen buiten. Het is vandaag volgens mij woensdag. Een beetje gedesoriënteerd, omdat we natuurlijk in de meivakantie zitten en in de coronacrisis zitten. Dus dan heb je af en toe niet meer het besef wat vandaag het nou is. Maar kijk vandaag weer gezellig met ons mee. We gaan lekker ontbijten. Lucilla heeft de tafel weer gedekt vandaag. Luan is toch bezig met zijn... Met zijn planning. Volgens mij is Luan een planning aan het maken. Die was met tijd bezig boven op zijn kamer. Zie je, komt zo op eten. We gaan eerst even lekker een ontbijtje eten. Hey, goedemorgen Luan. Wat heb jij meegenomen, jongen? Je wekker? Ja. Zo. Nou, ik zeg ontbijt ze maar duifjes. Rooski. Ik heb toch even mijn toastpak uitgedaan en mijn kleren aangedaan. Want ik ga eens even toch met mijn vader speuren of ik voor mijn verjaardag die serre hier gerealiseerd kan gaan krijgen. Dus ik zeg veel kijkplezier en tot vanmiddag. Lixie, ben je op de motor? Toet, toet. Mama stofzuiger er weer. Hey. Heel mooi gemaakt, hè? Weer. Nou, ik knijp er even tussenuit, hè? Ja. Tot straks, ik ga op serie. Hey, wat zijn jullie aan het doen, meisjes? Wat zijn jullie aan het doen? Ik weet het niet, hoor. Lixie, wat doe jij? Wat ben je aan het doen? Zijn jullie aan het spelen samen? Zoals jullie zien zijn we op de kamer van Luan. En Luan heeft gisteravond, voordat hij gaat slapen, mocht hij van mij nog even spelen. En hij heeft een hele mooie domino baan gemaakt. Een domino baantje hier, voordat hij ging slapen. En die wilde die vandaag aan ons laten zien. 5, 4, 3, 2, 1. Wauw. Oh. Wauw, ja. Mooi, Lu. Heel goed gelukt. Op eentje na. Ik vond het heel goed. Vind je dat zo leuk, Lixie? Ja. Of op je zus zitten? Hé? Kijk, daar komen de zusjes naar beneden. Schatjes. Maar hier dus eventjes ook kom, is natuurlijk deels ook voor de 1,5 meter visite. Maar ook te leren van mijn vader en moeders expertise. Wat hun zeggen. Want ja, zoiets als dit lijkt mij ook wel gaaf. Onze nachten. Nou, ik ben eens even hier aan het kijken. Ik heb hier dus een model gevonden. Deze is dus 5 meter breed en 4 meter lang. Dus misschien dat het zoiets wordt. Ja, we gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Want we hebben iets heel erg liefs gekregen van een lieve vader. Zijn dochter onze video's kijkt. En die mailde mij van, goh vader, misschien is het wel een leuk idee om een keertje handafdrukken te gaan maken met de kinderen. Zal ik wat leuks opsturen? Nou, superleuk natuurlijk. Super lief om dat op te sturen. Dus ik heb het hier in de kast bewaard. We gaan het even uithalen. Oh, Lu, wil je mij helpen? Ja. Oh. Kan je vasthouden? Kijk eens voor een grote doos. Lixie, help me. Ja, hou vast. Mama, een brief. Kijk, en een hele mooie tekening dat erbij. Is van Myla. Super lief. Ja, dat is het, de dochter. Maar die kijkt onze video's. Dat we eerst gingen. Mijn 7 jaar en ik zit in groep 4. Nou, leuk joh. Super lief. Oh, echt, ook echt die schoolletters zijn. Ja, mooi hè? Mam, zo lees jij dat ook. Mam, ja. Het zijn dit.
Zo, wat zit er allemaal in, jongens? Kijk, het ziet er wel heel erg goed uit. Het ziet er super cool uit. Het lijkt wel een verfbus. Handschoentjes. Handschoentjes heb je nodig. En emmertjes heb je nodig. En spateltje. En dit heb je nodig. Mama gaat eens even kijken. Hier zit het gips in. Voordat we ermee gaan beginnen, gaan we eerst even een videootje kijken. Kijk. Ik zie je in de doos gekropen. Echt? Pas je precies in, liefie. Ik ben een schip kwijt. Oh, ik zie het. Moet je even de andere waf roepen. Waf. Dit is dus wat je eigenlijk allemaal nodig hebt. We hebben hier de video van hoe het precies moet. We hebben een boor nodig. Dit zat er allemaal in. Handschoentjes. Dit is het rubber volgens mij waar je de mal van gaat maken. Deze meetbakjes zaten erbij. Dit weet ik niet precies, gaan we zo meteen eens kijken. En dit zit erbij. Dit is dit wordt het beeldje. Kijk, dus eerst doe je je hand erin. Ja. En dan doe je het eruit. En dat dan doe je dan erin. In de vorm. Dan is dat het gips, denk ik. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan met z'n drie de handjes gelijk in. Ja, dat leek mij een leuk idee. Om dus met z'n drieën, dat jullie je handen vasthouden en dan in zo'n mal te gaan. Dan heb je straks een gipsen mal van jullie drie handen in één. Ja, maar dan moet dat je wel dicht mooi bij elkaar, want als je apart hebt, dan heb je allemaal... Nee, je moet je echt elkaar vasthouden. En dan als je elkaar vasthoudt met z'n drieën, dan ga je in de mal. Nou, we hebben even de hulplijn ingeschakeld. Kijk, ik heb hier de Kees helemaal hemzelf aan de lijn. Kijk hier op de camera. Daarboven in het hoekje. Hallo Kees. Nou, hij is ons even aan het helpen met de verhoudingen af te meten. We hebben nu 1,2 liter water nodig en 400 gram poeder nodig. En dat gaan we even afmeten, Luxie. Ja. Ja, dat is de weegschaal. En hier zit de poeder in. Kijk, hier hebben we de poeder. Dit is het poeder waarvan we dus het malletje gaan maken, het rubber. En daar moeten we 400 gram van krijgen. En dat gaan we eerst eventjes in zo'n bakje doen. En dan op de weegschaal zetten. En dan kunnen we het mengen met water. Lijkt wel scheikundeles. Ja, grappig hè? Kijk, dan hebben we hier dus de bak. Die staat boven ook aan in de camera. Dus ik praat tegen jou en ik praat tegen de camera. Dan moeten we eerst eventjes het bakje afmeten, denk ik. Anders is het bakje erbij. 80. Je moet hier nog meer in doen. Ja, ja. 100. Oh. 920. Oh. We hebben 400. Dat is nog veel, hè? Ja. Het is toch bijna de emmer vol. Oké, dan hebben we nu deze niet meer nodig. Bye bye. Dit even weg nog weer. Lijkt wel een beetje op tandpoeder. Nee, en dan water, hè? Ja. En als je... Water. En dan moet je roeren. Ja. Ik zou lauw water pakken. Lauw water? Moet je de handschoenen aan doen? Nee, dat wordt dit niet. Nee, dat is geen... je moet het eigenlijk wel mengen met die... Deze, die had ik al gepakt. Heb je hebt ook nog een andere erbij gehad, of ja. Ja, ik wist niet precies welke we moest hebben, maar... Deze? Ja. Dit? Oh nee, die is voor de poeder, voor de gips. Sorry, ja, dat heb ik goed, ja. En met het gemengd moet je wel redelijk blond zijn, want... Het gaat wel snel, zeg maar. Hoe langer je het erin houdt, hoe beter, zeg maar. Want als je het snel doet, dan heb je kans dat het kapot gaat. Of dat het moet langzaam er weer uit, hè? Hun handen zitten gewoon echt een beetje vast, zeg maar. Een soort vacuüm. En dan moet je een beetje wringen, zo een beetje bewegen, draaien. En dan gooi je hem zeg maar. Ja. En dan kan je zo eruit halen. En ongeveer 30 seconden moet ze hem sowieso inlaten. Dan gaan we die handjes doen, hè? Alle moutjes opgestroopt? Ja. Oké, nou, daar gaat het. Gaan bij elkaar voegen. Als jij die heel zachtjes toevoegt, doe maar naar boren. Is dat een goed idee? Heel zachtjes. Boren, echt mengen. Doe er maar in. Net als wat de pannenkoeken doen bakken, weet je wel? Maar moet ik doen? Ga je doen? Nou, ik lijk dat lang. Nou, doe maar erin, Lu. Huppatee. Ja, doe maar. Ja. Dan hoort het maar bij, hoor. Ja. Ja, mengen. Boren. Nou, doe je duimpjes er maar in.
20 seconden blijven zitten. Goed? Ja. Voel je ook dat een beetje spannend? Ja. Iets zoals knijpmuziek. Goed, stil blijven zitten, hè? Een beetje. Maar ik durf niet echt te bewegen. Gaat hier. 4, 3, 2, 1. Heel voorzichtig, hè? Wat? Laat dit doen. Moet ik hem vasthouden? Oh, jongens. Ja, ik kan eruit. Oh, wacht maar even. Mama gaat even... Oh ja. Ja! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Wat? Dit is het molletje van jullie, jou. Zo, dit is nou het molletje geworden. Die zit hierin, zoals jullie zien. Dit zijn de handjes van Leon en Lucilla. En nu gaan we het gips maken, wat we erin gaan gieten. Daarvoor hebben we deze nodig en die. Dit flesje. Maar we gaan de helft doen. Dus we gaan weer eventjes wegen op de weegschaal om de helft van deze pot in het gips te krijgen. Ja. Even kijken. Oh, let je uit. 400. Als je de meng klaarlegt, zeg maar de boren en zo, kan je het er gewoon bij doen en dan meteen mengen. Dan doe je die beker met dat poeder op 0 zetten op de weegschaal. En dan doe je 100 gram. Dan zet je de grote beker met het poeder. Die zet je op de weegschaal. En dan zet je hem op 0 of dan zet je hem aan daarna. Ja, en dan op 0. En dan doe je 100 gram slim. Ja, heel slim. En als hier nu zo 100 is, dan. Oh. Ik zou de boor klaarleggen, zeg maar, met die aardbeestalmenger. Ja, de boor. Maar dan kan ik inderdaad dus die andere gebruiken. Ja, die is wel beter. Die want dit is best wel lastig te mengen, omdat het poeder is. Die kleine witte bedoel je dan? Die die moet... Ja, aan één kant. Zit een verdikking geloof ik of zo, dan kan je hem heel op de kruiden zetten. Ja, en dan kan je hem door de boormachine doen. Ja. Okay. Ja. Volgens mij is dit de helft. Zit er... Doe maar even los. Even los. Ja, doe maar. Doe maar mengen. Volgens mij zitten we net op de helft. Ik kan niet helemaal goed meer zien, maar doe maar nu. Meng maar. Ja, ja. Het komt niet extreem nou, maar ik kan weten ietsje te veel doen als het waar. Oké. Dan wordt het te droog. Ja. We gaan heel goed mengen. Lekker een beetje op cement. Ja. Goed hoor, jongen. Lekker bezig, kerel. Als ik zo doe, komt het er op zich wel uit, maar... Ja, het gaat langer. Anders kan je er iets meer bloedstof bij doen. Iets meer, oké. Doe er nog maar iets meer bij, hè? Ja, kom maar. Zet het maar weer op. Het is nu echt een beetje zo'n pakje geworden. Ja. Als nu zo doen, loopt het aan, zeg maar. Het moet ook niet dun zijn, te dun zijn, hoor. Zo, we hebben hier dus het malletje van de handen van Leon en Lucilla. Hier hebben we dus het gips wat we net hebben gemaakt. Ja. En nu gaan we dus het gips in het malletje doen. Met onder toezicht oog van Kees, die nog steeds daar erbij is. Nou jongens, laat maar zien. In het gaatje. Dat was mijn gaatje. Ja. Waar jullie altijd. Oh. Ja, we hebben nog wel wat over. Dan kun je hem neerzetten. Oké. Alleen, ik denk dat je kan het niet gaan overleven. Mijn pannenkoekenbeslag kan, gaat het niet overleven, zegt hij. Geen pannenkoekenbeslag. Nee. En nu moet hij, kijk, hij zit nu helemaal vol. En nu moeten we, hoe lang moeten we nu wachten? 1 uur. Een uurtje duurt het, het zal een beetje warm worden. Het is ongeveer 76 graden. Oké, nou dus nu is het wachten. Oké. Okay. Een uurtje wachten. Heel erg bedankt Kees voor je hulp. Kijk, hier is Kees. We gaan nu dus een uurtje wachten en dan gaan we deze mal eraf halen. En dan gaan we kijken hoe die is geworden. En dan kun je hem ook nog schilderen, zei hij, hè? Ja. Dat is leuk. Nou, dankjewel. Groetjes aan je lieve dochter. En tot de volgende keer. Doei. Doeg. Doeg.
het gips moet nu dus even uitharden. Het zijn dus de handjes van Luan en Lucilla. Eigenlijk wilde ik Luxie ook erbij, maar Luxie vond het echt niet leuk. Dus dan kun je haar niet 30 seconden erin houden. Nee, Luxie zei nee, hè. En even een dikke shout-out naar Kees van Polyester Shopper, die dus dit pakketje aan ons heeft gestuurd. Superleuk om hem eventjes net aan de telefoon te... Ja, nee, dat is 1 minuut. 1 uur. Superleuk hem even net aan de telefoon te hebben gezien. Ook eventjes naar zijn dochter gezwaaid. En heeft ons even geholpen. Omdat het met de verhouding en zo kwam ik er niet zo goed uit. En hij zei, je kunt me altijd bellen. Dus het was super lief. Dat is een nieuw nummer, jongen. Ja, nou, van Maan. Die heeft Maan een nieuw nummer. Oké. Okay. Ja. Wauw. Die. Wauw. En je duim erop. Daar is je duim, deze nog. Nog even? Die twee? Wauw. Kijk. Dan moeten we even blazen. Lucilla heeft dit nu gezien in haar boekje. Donuts. Nagellakjes. Dus we hebben hier een kleurtje bij elkaar gezocht. Deze moeten we. En dan gaan we eens even kijken of we dat op je nagel kunnen doen. Eerst gaan we alle nagels roze maken. En dan gaan we daar streepjes op zetten. Met deze nagellakjes. Maar moet mama even wel een kwastje plat. Oké, dan moeten we dit laagje even laten drogen voordat we de donut-aanslagjes erop. Dan heb ik hier een heel dun kwastje. Ga kijken of ik daarmee stipjes op maak. Maar ik zie al dat dit kwastje best wel groot nog. Dit is het dunste kwastje wat we hebben. Op een puntje is altijd zo moeilijk. Makkelijk. Makkelijk. Is nog makkelijk. Oh, jij Lux, even wachten. Oh, jij ook. Ik zie wel ook. Zoek een stipje. Dat is ook hier nog. Lucilla heeft nu echt donutnageltjes. Zie je dat? Heel leuk idee. Hartstikke mooi. Nou even laten drogen. Goed? Hallo druifjes. Laat eens kijken. Laat eens kijken. Oeh, wat mooi. Wat mooi. Kijk eens. Hoe vinden jullie deze? Vinden jullie deze mooi? Heel mooi. Het is dan met een glazen wand. Hier staat dan je serre waar die boom staat. Kijk, je gaat hem met je glazen serre, gaat hij dan helemaal zo dicht. Nou, ik ben hier even druk bezig met opa en de adviseur. Tot straks. Doei. Nou, even lekker een mammetje. Eet smakelijk. En we gaan eens even kijken of het hard is geworden. Het is hard. Is het hard? Heel erg hard. Maar ja, hoe gaan we het er nu aan krijgen? Want ik weet het. Nou? Kijk, op de kop. Ja. Bam, bam, bam! Eraf. Ja. En dan een beetje eruit duwen. Ja. En dan... Tada. En dan gaan we met een mesje eigenlijk de vorm eruit halen. Ja. Dat je echt dit ziet. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon een poging wagen. Grappig te voelen is dat het inderdaad voelt dat het echt warm is. Zie je dat? Net ook een kopje thee. Een warm kopje thee, ja. Ja. Dan gaan we hem heel voorzichtig op de kop houden. Maar het mag niet breken. Nee. En dan tikken. Net als een zandkasteel. Mami. Hij zei met een hamer. Wacht even, ik moet even een hamer pakken. Blijf staan. Anderhalf meter. Hij heeft Amima al. Hoi! Hoe krijg je nou uit?
kan ik geen pannenkoeken meer maken, maar dat maakt niet uit. Nou, ik heb ook wel weer nieuw bedenkje. Jongens. Oh, het is warm. Helemaal warm. Maar hij zei, je moet hem opensnijden. Nee, je kunt hem openplukken, toch? Nee, je moet snijden. Hem opensnijden, ja. Oh, dan moet je even een filmpje voor. En snijd het vorm er goed uit. Oh, dan moet je mesje. Nu gaat hem heel voorzichtig opensnijden. Oh. Hij is wel super glad. Nou, hij is wel lekker glad. Het lijkt wel een soort pudding, hè? Ja, maar dat is het niet. Ja, hier. Ja? Gaat hij open? Goed zo. Dit is dus het gips. En dit is dus dat spul. Dat kun je zo eraf trekken. Ja. Zit dat op de vingers? Ja, maar... Ja, als je die sneetjes zet, dan kan je hem eruit plukken. Zie je dat? Kijk, daar zie je nog een sneetje waar je... Voorzichtig met je vinger. Waar je nu je vingers zet. Ja, ja. Pulk hem maar open, Sil. Goed zo. Open even. Ja, goed zo. Ja, maak hem maar open. Ja! Ja? Het is goed gelukt. Goed gelukt? Super goed. Maar dan is hij klaar. Super goed. Ja. Ja. Oeh. Het wordt spannend. Het wordt heel spannend. Hij is denk ik goed gelukt. Ik denk ook dat hij heel goed is gelukt, jongens. Het is wel een beetje van onze... Hier kan ik hem afdrukken. Zullen we hem even hier opzakken? Wauw. Oh, jongens. Kijk dan. Wauw, jongens. Het ziet er echt heel mooi uit. Heel voorzichtig tussen ze uitpulken, dat hij niet breekt. Maar dit is wel een probleem. Ja, mama even helpen. Dit is hem geworden, jongens. Dit zijn de handen van Luan en Lucilla. Dit is Lucilla's handje. En die vuist die is van Luan. Ja. Er zat alleen nog een heel klein beetje van dat spul ertussenin. Heb ik het dus uitgeplukt. Vandaar dat hij hier een beetje beschadigd is. Maar het is nog pulken. Dat maakt niet uit. Want als die hier het is echt heel mooi geworden. Kijk dan ook deze kant. Kijk, deze kant ook heel leuk. Je ziet hem daar nog een klein beetje zitten. Maar echt heel erg leuk geworden, jongens. Je mag hem wel even vasthouden. Zwaar. Nee? Nee. Het lijkt wel zo'n prijs van... En wie heeft gewonnen? Luan en Lucilla! De kinderen willen hem graag verven, dus ik heb hier wat verf nog in de kast gevonden. En wat verf dingetjes waar ik de verf op kan doen. En dan kunnen ze kijken of ze er een heel mooi Bellinga kunstwerk van kunnen maken. Wel heel leuk te zien dat die handjes zo in elkaar verweven zitten. Jammer dat Luxie er niet bij zit, maar goed, die wilde echt niet. Dus je kunt haar natuurlijk niet dwingen de hele tijd in, in dat gebeuren vast te blijven zitten. Maar goed, wel leuk dat jullie, bij jullie het wel eens gelukt, hè jongens? Nou, roze, allemaal, je hebt roze erbij. Roze. Hier hebben we de handen van Luan en Lucilla. En hier hebben we Luan en Lucilla. Zo. Nou, ze zijn uiteindelijk lekker aan het verven. Luxie die wilde ook mee verven, dus die heeft een lekkere tekenvel gekregen waar ze lekker haar creativiteit op kwijt kan. En eigenlijk, dit is niet de goede verf om hierop te verven. En je hebt ook nog dit in het wit, zei hij. Maar goed, we hebben nu dus deze. En de kinderen wilden graag verven. Dus ik heb gewoon even iets uit de kast gepakt wat ik nog af liggen. Heb je hem ook maar... in wit? Je hebt hem ook met wit gips. Lucilla die verft hier haar kant. En Luan verft hier zijn kant. Nou, dat wordt een hele mooie creatie, kinderen. Hij is nog zo. Zoals jullie zien is het niet helemaal gelukt met de verf. Want deze verf is zo nat. Dat het eigenlijk gewoon natter op blijft. Dus ik denk dat deze verf niet echt geschikt is om hier op te verven. Nou, de verf is opgedroogd. Het was dus niet helemaal de goede verf. Maar zo is hij dus geworden. Maar hij is wel heel goed gelukt, hè Sil? Heel erg leuk om dit ook zo te bewaren, jullie handjes samen. Het is tijd voor... fanmail! Oh jongens, wat veel fanmail weer gekregen. Wauw, wat mooi, liefie. Deze ziet er ook heel mooi. Wauw, leuk. Wat is dat dan? Kijk. Oeh, een armbandje. Ja, van Lucilla staat erop. Ja, dit is van mij. Oh, wat lief. Kijk eens hoeveel brieven we van jullie hebben ontvangen. Dankjewel allemaal. Gaan we eens eventjes weer wat openmaken, hè? Ja. Dat is wel weer gezellig. En kijk dan. Wauw. Wow. Mooi, hè? Luxie, kijk eens. Wie zijn dit?
Mooi, hè? Dat is mooi. Oh, wat grappig. Ze hebben jullie gemaakt. Zie je dat? Als poppetjes. Wauw. Ja, en Farah is erbij. Hallo. Ja. En nog meer strikjes. Heel erg mooi. Super lief. Deze hebben we gekregen van degene die ook die andere strikjes had gemaakt. Weet je nog? Meester Kees. Ja, een boek van Meester Kees. Mama, hier nog een. Heel mooi fotolijstje met allemaal mama, mooie tekeningetjes erin. Mama, deze maatje vind ik deze. Hm? Mooie ballerina strik. Een ballerina strikje. Mam, wat zit hier nou hier in? Mooie tekening. Mama, Priscilla Billinka. Ja, daar staat jouw naam. Ik zie daar even mijn feestje nog. Ja, dat je vijf werd, ja. En kijk eens, wat zit er nog meer in? Kijk eens. Oeh, ze hebben een mooie ketting gemaakt. Deze is van mij. Oh, die is mooi. Wat lief. En nog deze van. En een gummetje. Ah. Oh. Dat is lief. En welke deze dan? Die van die. En wat zit hier dan in? Boezel en Pip. Goed zo, Lucilla. Ik ga goed lezen. Kijken. Mama, die heb deze meteen ja hoor, die mag je omdoen. Doosjes. Oh. Voor Lucilla, voor Luan en voor Luxie. Plakbaandrolletje, dat is lief. Oh, een armbandje. Kettingje, zelfgemaakte ketting. Wat zit in jouw cadeautje? Nee, wat is dit? Oh, die openmaken. Lucilla doet alles om. Oh, Luxie, kijk eens. Pumba. Luxie. Wauw. Een baboeska. Oh, echt waar? Oh, wat schattig. Super lief. Mooi. Hé jongens, wat zeggen jullie dan voor al deze mooie post? Dankjewel. Dankjewel voor al jullie lieve fanmail. Wij pakken nog even alles uit. Oh, mama, dit ken ik. Kijk. Een happertje, hè? Ja, happer, snapper. Wie wil jij? Ik kies voor deze. Jij kiest voor deze. Ik weet het wat niet. Ik weet wat ik wel wil. Een hoppertje. Wat is dat? Ah. Oh, lief. En nu, ik heb ook nog een kabel. Oh, wat leuk. Twee. Ik ben twee. En ik zeg? Nee. Nee, ik zeg Luxie. Ja, dat staat erop. Dit is superleuk, Luxie. Is voor jou. Ja, ook een mooie Bellinga tekening. Nee. Mama. Mooi gemaakt hoor. Dat is het happertje. Wauw, Siel. Deze wat is dat? Mij. Heel erg leuk. En deze is Luxie. Voor Luan, een lieve tekst erbij. Voor Woezel en Pip. Voor Daniel. Voor mama. Voor mama. Ach, wat super lief. Oh. Nou jongens, wij gaan voor vandaag de vlog weer afsluiten. Daniel die is nog op seriejacht, zoals jullie hebben gezien op de andere camera. En wij pakken nog even jullie lieve fanmail uit. Vond je het nou weer een leuke video? Doe even dan. Nee. Oh. En die we nog niet hebben laten zien. Van jullie zijn ze allemaal. Ja. Maar zometeen gaan we ze kijken. Ja, we gaan echt al jullie fanmail gaan we bedanken. Voor het bekijken, hè. Super dankjewel voor al jullie fanmail. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Voeg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom boom boom. Boom boom mee, dans mee en blijf.